Ik was niet echt zenuwachtig of zo, want ik weet waarvoor ik hier ben en wat ik moet doen. Ja, je moet echt alles laten zien aan de coaches wat je in jezelf hebt. En het is echt een van je laatste kansen. Dat is absoluut een heel belangrijke kans voor hun carrière. Tientallen scouts van alle clubs kijken naar die wedstrijden. Je kunt elke dag met voetbal bezig zijn. Ik zeg zelf, het is nog beter dan bijvoorbeeld in Nederland bij een profclub te zitten. Want daar ga je naar school. Na de school word je met een busje naar de training gebracht. En daarna word je met een busje weer naar huis gebracht. Dus je bent anderhalf uur aan het trainen op een dag. En hier ben je de hele dag met voetbal bezig. Je kan hier stappen maken in één jaar die je anders in drie jaar maakt. Dus ik denk dat dat heel erg heel groot voordeel is. You know, they're nice. They seem like a good group. You know, getting on with each other well, listening to the coaches. You know, now they've gone into a little bit more technical stuff and tactical. And they'll be looking to sort of decide how they're going to play, you know, in possession, out of possession, and just getting more and more used to their teammates. So, no, it's been good. There are ones that catch your eye straight away. You know, there's a lad from Holland wearing number 13. Very, very quick. He's got a really nice left foot. So straight away you saw in the small-sided game some fantastic finishes from him. He's a good build. We've had some good Dutch players before, so example, you'll see him. Certain things do catch your eye, even not how they are on the pitch, how they are around the place, their attitude. Do they help pick up the gear, pick up the kit? Do we think that they'd fit into the ethics of the Nike Academy? Ja, ik heb de jongens gezegd van, je moet beter zijn dan je tegenstander, want je wil zijn plekje. En dat moet je straks uitstralen op het veld, dat je zijn plekje wil hebben. Ik denk, verdorie, ik ben hier gekomen om jouw plekje in te pikken. En dat is het eigenlijk. We want them to come into the academy, develop, have a brilliant time while they're here, fun, you know, learning, it might be learning the language, learning the culture, how we play, but we really want them to go and get that professional contract somewhere in the world.